Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn night routine laten zien en dan de zomereditie ervan. In de zomer kom ik meestal rond een uur of zeven thuis. Dan kom ik vaak van de stad, heb ik op terrasjes gezeten of heb ik gewoon wat leuks gedaan met vrienden. En deze avond heb ik er een beetje een chill avondje van gemaakt. Wat ik dan meestal doe is dat ik als eerst achter mijn bureau ga zitten en de comments ga lezen die jullie die dag hebben achtergelaten. Ik zet vaak ook daarbij muziek op. Ik gebruik heel erg veel Spotify. Zet ik gewoon een lijst met muziek op en ga ik meestal brainstormen voor nieuwe video's. Dit doe ik via Word, maar het liefst schrijf ik eigenlijk vooral mijn ideeën gewoon op. Dus daar ben ik dan eigenlijk zo'n uurtje of twee mee bezig. Daarnaast zit ik ook zo af en toe op social media. Ik zit heel veel op Twitter. Ik lees gewoon heel vaak tweets of ik tweet zelf af en toe wat dingen. En daarnaast check ik ook veel mijn Instagram, Facebook en Snapchat. Dan rond een uur of negen ga ik naar de badkamer en is het tijd om mijn make-up eraf te halen. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen speciale routine voor. Ik pak meestal gewoon wat er in de kast staat. Dit zijn meestal Nivea producten. En dan haal ik mijn make-up eraf. Dit is helemaal niet spectaculair. Heel vaak bij dit soort night routines zie je dat veel meiden nog maskers nemen en weet ik het allemaal. Ik ben er echt een beetje te laks voor eigenlijk. Ik was mijn gezicht daarnaast gewoon nog met water en dat is eigenlijk alles wat ik doe. Dan heb ik twee keuzes. Ik kan ervoor kiezen om lekker te gaan Netflixen en te gaan chillen. Of ik ga naar de sportschool. Ik ga drie keer in de week. Maar deze avond, toen ik deze video filmde, koos ik ervoor om gewoon lekker te gaan Netflixen. Wat ik dan doe, is dat ik dan een douche neem. Ik gebruik op dit moment deze Rituals douchegel die ik super fijn vind. Dan is het tijd om mijn Helix piercing schoon te maken. Dit doe ik met spul die ik van de piercer zelf heb gekregen. Dan smeer ik me in met body lotion. Ik doe dit ongeveer 1 à 2 keer per week. Ik gebruik deze van Rituals, dezelfde geur als de douchegel. Dan rond een uur of half 10 zet ik een lekker kopje thee voor mezelf. Dat doe ik ook echt elke avond. Ik drink heel erg graag groene thee of Earl Grey. En dan is het tijd om lekker te gaan chillen. Ik zet meestal een lekker geurkaarsje aan. Ga in bed zitten en meestal ga ik dan Netflixen. Ik kijk onder andere series zoals Orphan Black, House of Cards en New Girl. En ik ben sinds kort ook begonnen met de serie Game of Thrones. Dus ik kijk dan gewoon net de serie waar ik zin in heb. En rond een uur of 11 is het tijd om lekker te gaan slapen. In bed check ik meestal nog even mijn social media, app ik hier en daar nog wat en dan rond een uur of 11:30 val ik in slaap. En zo ziet eigenlijk mijn gehele night routine, mijn chill avondje eruit. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet vooral niet even om een duimpje omhoog te doen. En vergeet ook vooral niet om te abonneren. Ik plaats elke maandag en vrijdag een nieuwe video op mijn kanaal. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei doei!